26 april 1986. In het Oekraïense Tsjernobyl ontploft reactor 4 van de kerncentrale daar. 30 jaar later is het resultaat van de kernramp nog steeds zichtbaar. We zijn onderweg naar de kerncentrale van Tsjernobyl, maar eerst bezoeken we Pripyat, de stad die het zwaarst getroffen werd door de ramp. Pripyat was een modelstad, speciaal gebouwd voor de werknemers van de centrale. De meer dan 50.000 inwoners werden 36 uur na de ramp geëvacueerd. We staan nu in het hart van de stad, waar je vroeger onder meer de supermarkt en het cultuurpaleis kon vinden. Hoewel Pripyat sinds 1986 verlaten is, werden enkele gebouwen nog jaren gebruikt, zoals het zwembad, dat pas in 1996 zijn deuren sloot. Op dit moment wordt de omgeving enkel nog gebruikt voor onderzoek. Je mag hier maximaal 2 weken verblijven. Door het vertrek van de bevolking bleef er niemand over om de gebouwen te onderhouden. Pripyat is een spookstad geworden, overgenomen door de natuur. Het zijn vooral nieuwsgierige toeristen die nog een weg naar hier vinden. Vooral deze plaats lokt veel mensen, het pretpark. Het was bedoeld voor amusement, maar staat nu symbool voor de desastreuze gevolgen van de kernramp. Na Pripyat trekken we door naar de kerncentrale van Tsjernobyl, het einddoel van onze reis. Voor de kernramp waren er plannen om 2 nieuwe reactoren bij te bouwen. In de verte kan je nog 1 van de 2 bijhorende koeltorens zien. De binnenkant van de koeltoren onthult hoe abrupt de bouwwerken werden onderbroken. Een beetje later komen we aan bij de kerncentrale van Tsjernobyl. Hier wordt een enorme koepel gebouwd om over reactor 4 te schuiven. De huidige sarcofaag, die meteen na de ramp in 1986 werd gebouwd, is onstabiel en niet waterdicht. Het bouwen van een nieuwe koepel moet voorkomen dat de situatie nog erger wordt. Om te zorgen dat wij geen radioactieve stoffen naar buiten brengen, moeten we onze kleren en schoenen bedekken. Met onze beschermde uitrusting aantrekken we verder richting controlekamer, het einde van onze reis. Daarvoor moeten we eerst door de Gouden Corridor, een 600 meter lange gang die alle controlekamers met elkaar verbindt. De controlekamer van reactor 4 is praktisch onbereikbaar. Per jaar mogen hier slechts enkele mensen binnen. Uiteindelijk gaan we dan naar de controlekamer van reactor 2, bijna identiek aan die van reactor 4. Op een toezichthouder na is hier niemand meer te vinden, want alle reactoren zijn al jaren stilgelegd. De kernramp van Tsjernobyl heeft grote gevolgen gehad en heeft in de hele wereld veel twijfel gezaaid bij het gebruik van kernenergie.